Ja, maar rijdt hier alleen. We hebben de aftrap beleefd van een, ja, je kan wel zeggen, een historisch seizoen voor de VV het Zand, hè? Ja, klopt. Laatste seizoen. En ja, dan moet je speciaal openen, vonden wij. Dus wedstrijd tegen de oude spelers. Ja, jullie openen zoals ik een beetje gewend ben van het Zand, met veel feestgedruis. Ja, ja, ja. Daar komen we ook niet meer vanaf, ben ik bang. Is dat een beetje eigen aan de club? Ja, ja, ja. Van de laatste jaren wel. Kijk, vroeger was het een hele serieuze club, grote club. De laatste jaren bleven we met één helft al over. Dus ja, mooie ervan maken. Grote vriendengroep. Elke wedstrijd een feestje. Of je nou met 10-0 won of 10-0 verloor. Gewoon feest. En daar staat ook een beetje, dit seizoen staat ook een beetje een teken van feestelijk afsluiten. En ons nog één keer van onze beste kant laten zien. Zit er niet een beetje een soort van pijn in het hart bij van jongens, kijk eens om je heen wat we hier hebben en ja, daar nemen we straks afscheid van? Ja, zeker. En je ziet vandaag ook dat er gewoon heel veel mensen op afkomen. Dat oud VV Zand heeft eigenlijk gewoon twee elftallen die ze kunnen opstellen. Dus, er is wel, het gaat mensen wel aan het hart, maar ja, we kunnen het niet meer opbrengen. En dan kun je het beter zo doen dan als dat je uitgaat als een nachtkaars. Dat is zonde voor de mooie club. Ja, wedstrijden als een nachtkaars uit laten gaan bij Zand heb ik volgens mij nog nooit beleefd. Maar dat zal wel aan de derde helft gelegen hebben, denk ik dan. Eén elftal loopt hier nog rond. Ja, zal ik een stokje overgeven? Zal Kees Beideleij er even bij roepen? Vind je dat erg? Ja, onze transfer, hè? De verlosser wordt hij genoemd hier. Nou, vertel hem maar, Kees. De Fievel, Gorecht, Zand. Ja. Impuls aan het rijtje. Ja, dat klopt. Het is ook heel snel gegaan eigenlijk, dit allemaal. Het is vanaf donderdag eigenlijk dat ik besloten heb om te stoppen bij Gorecht. Van waar deze opmerkelijke stap? Nou, ik kom weg bij de Fievel, zoals je weet. En nu heb ik een seizoen bij Gorecht gespeeld. Wat blessures gehad, het lukte niet helemaal om daar uit de verf te komen. Ook met name veel kunstgras. Daar natuurlijk, als je wat hoog gaat spelen. Dat is ook niet helemaal mij besteed, ben ik achtergekomen. En ik voetbal toch omdat ik het echt plezier heb. En ik kon het niet echt meer opbrengen om elke keer wel te gaan trainen. En het is maar weer de vraag of we gaan spelen of dat. Dus ik denk het Zand laatste jaar. Ik ben een goed bevriend met Marijn ook. En met de jongens hier van het Zand wel. Dus ik zag dit als een heel mooi seizoen tegemoet. Dus ja, dan kan ik me voorstellen als je jezelf transfereert, laat ik het zo maar even zeggen, dan dat je naar verbetering zoekt. Maar dit is het laatste jaar. Wat ga je daarna doen dan? Ja, dat is dan weer de verrassing, zeg maar. Dus je moet je gewoon even volledig in de kijker spelen dit seizoen? Ja, wie weet, ja. Ja, ja, we zien het. Dat is nog niet besloten. Dat gaan we kijken. Zou het maar zo kunnen, Kees, ik doe maar een rare dwarsweg, dat je uiteindelijk weer bij de Fievel belandt? Ik zeg, alles is mogelijk, dus we zullen het zien. Hoe kijk jij hier tegenaan? Hartstikke leuk. Het is alleen jammer dat de vereniging opgegeven was. Snap je ook de beweegredenen waarom men zegt van ja jongens, dit kan gewoon niet? Ja, het is aanvoer wat natuurlijk steeds minder. Hè? En als je dus omliggende dorpen, kijk maar om je heen, het wordt allemaal minder. Jeugd vliegt uit, hè, naar grote steden toe. Dus in studeren, het is voor de dorpen wordt het alleen maar moeilijker. Om aanwas te krijgen voor de jeugd natuurlijk. Aan jou de vraag ook. Ze hebben hier een joekel van een skielerbaan liggen. Hartstikke mooi ding. Dat ligt er nog niet eens zo lang. Er ligt nog een veld achter. Jullie hebben een tribune. Ja, ik zeg maar jullie. Jullie hebben er nog een tribune als een van de Wijndalclubs hier. Wat moet er allemaal mee gebeuren straks? Ja, het is doodzonde. Het is allemaal opgegeven worden natuurlijk. Geen flauw idee. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend zuur dat de club uiteindelijk moet stoppen. Terwijl, het, nou ja, als je kijkt hoeveel mensen er zijn, het altijd nog wel leeft. En ook voor, nou ja, ik denk als je kijkt naar het dorp en voor de leefbaarheid van het dorp, vind ik het ook ontzettend jammer. Omdat dat altijd wel voor, nou ja, voor wat reuring zorgt. Dus, maar ja, het is 85 jaar nou ja, en daar hebben we een klein deeltje uit van gemaakt. Dus dan is het echt wel leuk om op zo'n dag als vandaag erbij te mogen zijn. Dus jammer van de kansen, maar ja, ja, we hebben allebei gemist. Hè, dus het scheelt die verjaardag met Sinterklaasfeestjes en zo. Hoeven we elkaar niet af te maken. Ja, je kunt de ander afmaken. Ja, ja. Ja, dat is dat wel zo. Waarom heb je trouwens, je bent alle bust op je borst aan. Nou ja, toevallig kreeg ik ook van een familielid. En ze vonden mij beter dan mijn broer vandaag. Dus... We hebben er eigenlijk voor gedobbeld. Je moet niet alles zeggen meteen vandaag. Hoe is dat om op zo'n manier aan het seizoen te moeten beginnen? Ja, ik denk niet leuk. Denk ik niet. Voor die jongens ook niet, denk ik. Om het laatste jaar zo door te gaan. Nee. Maar jeugd is er ook niet. Eigenlijk kleine jeugd is er helemaal niet. Dus het gaat gewoon niet langer. Nee, Pieter, aan jou dezelfde vraag. Maar ja, jij staat, laat maar zeggen, bij Paar vergeleken nog aan het begin van je voetbalcarrière. Waar gaat dat heen? Nou ja, dit is hier, dit is het laatste seizoen. Ik vind het wel jammer, maar
Ja, het is niet anders. We hebben een keuze samen allemaal gemaakt hier zo, dat we het mooiste seizoen hiervan maken. En daarna ga ik gewoon weer ergens anders voetballen. Ja, het is niet anders. Jij hebt ook hele voetstappen liggen hier, hè? Ja, dat klopt, ja. Verschijnt jaar niet gevoetbald. En met veel plezier inderdaad. Ja. Ja, wat is nou, als je nou terugkijkt, want ja, dat zijn toch van die momenten dat je toch even terugkijkt, omdat dit zo'n bijzondere dag is. Wat is nou het meest opmerkelijke wat je hier hebt meegemaakt? Het meest opmerkelijke? Kampioenschap natuurlijk, ja, sowieso. Ja. Dat is altijd leuk, derde klasse. Ja. Ja, heb je niet alleen een historie bij het zand, hè? Je hebt ook elders gevoetbald en toch kom je hier weer terug. Ja, maar dat is een voetballes, hè? En alweer toen twee jaar. Dus, je leert even een voetbal elders en dan breng je dat hier in de praktijk. Ja, misschien zou leren moeten doen, maar we zijn wel met 3 man teruggekomen of 4 man. Dus zo doen zijn we weer kampioen geworden. Dus ja, zo doe je dat toch? Ja, maar hoe leuk is dat? Ik bedoel, je zegt dat zelf al, je gaat naar alweer. Ja, een voetballer wil het hoogste haalbare wil die bereiken. En dan kom je toch weer terug. Ja, dat was even afbouwen denk ik. Dan duur wel ook ouder, 28. Blessures erbij allemaal natuurlijk. Knieën en dat soort flauwekul. Dus ja. En dan moet je opnieuw keuzes maken. Eén seizoen, Raymond. En dan? Ja, er wordt nog rustiger op het dorp hier. Weer iets weg. Ja, doet dat het meeste pijn? Ik hoor het van meer mensen die zeggen, ja, je moet eens kijken wat er straks wegvalt. Nou, het sportpark, het ligt hier grandioos bij. Wat gaat ermee gebeuren? Weet jij dat? Geen flauw idee. Ik hoop wel dat er iets mee gebeurt in ieder geval. Dat is wel... Maar is er ook iets van later zorg? Dus we gaan eerst even een seizoen volmaken nog? Nee, dat ze nu maar bezig moeten, denk ik. Ja. Dat ze wel een goede voorbereiding moeten hebben. Als ze dit laten verloeden, dan gaat het hele dorp verloeden. Komt straks een eer dan? Ja. En dan? Nou, die moet ik mijn heil helder zuiken. Ik denk dat ik naar de naburige club ga. Ben ik nou wel moeten kijken door het voetbalmuseum. Dus dat is de Fievel. Ik weet dat ze mij doen nog wel bruik kunnen. Je hebt weinig keuze. Ik bedoel, je woont zelf in het zand, neem ik aan. Wat moet je dan, hè? Ja, er is niks meer zo troos, hè. Dus die moet je wel in. Ik hoor van voetballen. Ik hoor van alle sporten trouwens. Dus ben ik wel alles bij. Schuivel, wielrennen en ik mag alles groot zo. Maar ja, trek de stekker hoe de voetbalclub die 84 jaar is. Allemaal voetbal van het zand en de verlust toch, het dorp verlust toch een stuk leefdigheid, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is nooit meer waarom naar route kijkt, zo middags. Dus... Nou ja, dat is al jammer. Ik ben meer dan 50 jaar lid nu al, dus dat gaat me wel aan het jaar. Hoe komt zo'n mededeling aan? Op een gegeven moment wordt er gezegd van, ja jongens, levensvatbaarheid, einde oefening, dat ken je meer. Komt dan als een mokerslag aan of zou je dat aankomen? Ja, nou ja, het was te verwachten om duur, en het is geen aan was. Dus maar, onze penningmeester heeft me een keer op een middag de mededeling gebracht. Dus dat was natuurlijk nog zo leuk, maar ja, het is niet anders. Je man leek me duur. Bij de zijlijn zeiden ze vanmiddag van, zo jongens, geslaagde derde helft, nou de competitie nog even. Ja, ik denk dat het moeilijk wel voor het zand. Is dat een beetje inherent aan het zand, dat die derde helft ook heel belangrijk is hier? Dat is ook belangrijk, want als je derde helft niet belangrijk vindt, dan kan je direct beter stoppen met voetbal. Weet ik niet. Daar gaat het eigenlijk om. In het voetbal. De gezelligheid, de kameraadschap, ja. Die vind je gewoon bij het zand hier? Dat vind ik ook in Loppersum. Dat is heel belangrijk. Voor elke club is dat belangrijk. Om die binding te houden dat mensen na de wedstrijd in de kantine blijven. Ja. Ik heb het ook een oud voorzitter gevraagd. Ik zei ook tegen hem, ja, sommige bedrijven gaan failliet, die maken een doorstaan, dan beginnen ze weer. Als ik zo om me heen kijk, denk ik bij mezelf van, nee, doodzonde dit. Ja. Ja, maar wat gebeurt er met die vel? Gaat dat naar CDO, naar die paardenclub of pikt een boer dat in? Als dat gebeurt, dan komt er nooit weer voetbal natuurlijk. Zie je het gebeuren, dat er nu wat een kans is dat het toch nog weer gevoetbald wordt in het zand? Dan moeten gezinnen komen, jonge gezinnen met kinderen. Anders zie ik het niet zitten. Zit ze straks ook voor jou deur dicht en dan, ja, het is leuk geweest. Voetbal, ja. Ah, nee, maar bedoel, hier, dan is het hier ook voorbij. Ja, maar dat is de praktijk. Zo realistisch moet je zijn. Als er geen aanwas is, dan houden we het op. Is het ook, Peter, toch een beetje het gevoel voor realisme dat men zegt van ja, maar je hebt steeds meer kleinere clubs die eigenlijk de nek omgedraaid krijgen? Ze hebben een fusieën, die grote clubs, zoals Loppersum moet eigenlijk een kunstgrasveld hebben. En die jongens die nog wel wil voetballen, die moeten bij ons komen. Zo moet dat eigenlijk.
grootste voetbalclub moet eigenlijk groter worden. Ja, vind ik wel. In één zin, Peter, hoe kijk jij terug op Zand? Geweldig, mooie periode. Ja. Ik denk er nog dagelijks bijna aan terug. Ja. Het is weer zaterdag. Wie stond op veld met een lach? En ben weer over de street. Van elk en ooit is op die. Wie heeft nooit aans verwacht? Het is nog maar drie kwartier. En we beginnen het bezaaien. Wie maakt meer vol aan de bak? Maar wie kriem ze wel mak? Dat zal nu zo wel zijn. Met die ogen dicht, zing ons legioen. Wat VV staat, weer kampioen. Wie hem de beste taal van land? Ja, ons ooit VV staat. Met die ogen dicht, zing ons legioen. Wat VV staat, weer kampioen. Wie hem de beste taal van land? Ja, ons ooit VV staat. En als de wedstrijd begint, dan is het kop op munt. Ja, elders zit de taal, samen blijft aan de bal, ze kriegen van ons gewoon punt. Wie spreekt de mekoor, zo is het einde weer door. Met rijpunten op zak, loopt wie van de mak, het kolen bier staat kloor. Met die ogen dit, zing ons legioen. Voor het VV staat weer kampioen. Wie heeft de beste plan van het land? Ja, ons ooit VV staat. Met die ogen dit, zing ons legioen. Voor het VV staat weer kampioen. Wie heeft de beste plan van het land? Ja, ons ooit VV staat. Met mijn ogen dicht, zingt ons legioen. Voor het VV staat weer kampioen. Wie hem de beste flauw van het land? Ja, ons ooit VV staat. Met mijn ogen dicht, zingt ons legioen. Voor het VV staat weer kampioen. Wie hem de beste flauw van klaar? Ja, ons ooit VV staan. Met die ogen dicht, zing ons legioen. Voor de VV staan, weer kampioen. Wie hem de beste flauw van klaar? Ja, ons ooit VV staan. Met die ogen dicht, zing ons legioen. Voor de VV staan, weer kampioen. Wie hem de beste blauw van land? Ja, ons ooit VV staat. Kom op, Zakken! Top. Geweldig.